Dag Dominique, ik ga in dit eerste filmpje u die Ameco-databank laten zien, doordat ik die samen met u toen opgelost heb. Dus ik google die eventjes. Ik weet dat die hier bij de zip-bestandje staat. Je kan altijd het filmpje op pauze zetten als het te snel gaat. Hè. Uh, domestic product, als ik me niet vergis. Ik ga dat even downloaden. Opslaan. En als dat gedownload is, zou ik dat kunnen openen. Hier staat die. Dus ik zal die eens even uitpakken. De extract to is eigenlijk hetzelfde als uitpakken. Maakt op zich niet zoveel uit. Ik had een mapje gemaakt. Bij mij in de downloads bij de takenmap. En dat had ik Pedi genoemd. En hij zegt dat dat er al bestaat. Omdat ik het al even heb. Dus hij heeft het gewoon uitgepakt. Je zou het ook kunnen dubbelklikken. Maar dan gaat hij het als een tekstbestand willen open doen. Dus dat is niet de bedoeling. Dus nu zijn er twee manieren om dat open te doen. Ofwel gaat je naar het bestandje zelf toe. Ik ga dat gewoon in de verkenner even doen. In dat mapje pd. Daar heb ik het staan. En zo zou kunnen zeggen rechtermuisknop openen met daar staat hij. En ik kan kiezen kalk. Of ik kan kalk opstarten. Dat ga ik nu doen. Eerst gewoon een keer kalk opstarten. Zo. Ik sleep hem eventjes in beeld. En daar staat hij. zet hem even terug op 100% voor u. En ik ga hier zeggen dat ik die ga openen. Dus ik ga openen zo. Val bestand. Openen. Dan ga ik moeten bladeren naar de juiste plaats. Dus ik sta in die map pedi. Druk op openen. En vanaf dan gaat hij aan mij vragen. Waar moet ik de kolommen splitsen? En ik weet dat het eigenlijk een... Um, punt, komma gescheiden veld is. Dus bij u stond volgens mij ook nog komma aan. Daar moet je goed mee oppassen als er dan ergens commas in een getal staat waar dat je dat niet vult. Dus het beste is dat je eigenlijk punt, komma als enige aanduidt. Dat is eigenlijk het properste. Je drukt op oké. Okay, dus punt, komma als enige. Je drukt op oké. Okay, Hij gaat dat inladen. Je weet dat dat een groot bestand is. Dus dat duurt eventjes. Het was niet zo super duidelijk die tabel als je die in het groot laat staan. Dus ik ga die eens een beetje kleiner inzoomen. Om dan een keer te kunnen gaan werken daarin, je ziet hier heel veel getallen staan, maar je weet ook nog dat, die, dat dat veld van 2017 dat is dat veld, 2017, dat is veel te breed. He? Dus je kunt dat niet smaller krijgen als je dat dubbel klikt, een klein beetje, maar niet veel. Zie je? Dus um, wat ga ik doen? Ik ga eens kijken hoe breed dat die anderen zijn. Dus ik duw die kolom aan, ik kies kolombreedte, ik zie dat 235 staan. Dus ik ga tegen deze kolom ook zeggen, rechtermuisknop, kolombreedte. Ongeveer 2,35, ik maak er 2,5 van. Goed, 2,5 centimeter. Goed, dat is al wat breder. Ik weet dat jij de laatste 10 jaar wilt gaan gebruiken. Dus alles van 2000. Ik zal terug een beetje inzoomen. Dat dat zo wat duidelijker was. Alles vanaf 2005. Dus die dingen gaat je willen houden. Dus ik wil die andere weg. Dus wat doe ik? Ik zorg meestal dat ik zo wat plaats heb om te selecteren. Zo, 2004. Inhouden de linkermuisknop. Aanduiden wat al weg mag. Voilà, dit mag zeker al weg. Dus ik duid in mijn kolomhoofding rechtermuisknop, verwijder geselecteerde kolommen. Die gaan al wegspringen. Ik ga er nog wat kunnen wegdoen. 84 tot 74 mag ook weg. Zo. Even kijken wat we nog, nog gaan overhouden. Die 73 tot 61 mag weg. En dan gaan we er bijna zijn, want dat kolommetje wordt al wat smaller. eerst. 2060 had ik nog staan. Dus die doe ik ook even weg verwijderen geselecteerde kolommen. Dus ik heb nu, van 2005 zo, 2005 tot 2017 wat ik vervelend vind is dat sommige talletjes rechts staan sommige talletjes staan links. Dus ik vind dat ja, enorm vervelend. Dus wat ga ik doen? Ik duid die reeks aan en ik ga daartegen zeggen dat alles rechts uitgeleid moet zijn. Voilà. Dat vind ik een veel beter zicht. Uh, hier staat nu dat er nog een waarde staat. Eens even kijken. Ja. Huh. Anders oh, staat het woord NA. Ik ga het ook even niet testen. Ik ga eens even zorgen dat alles via cellen opmaak op getal staat. Getal, oké. Okay. Dat is een orde, orde. Daar moet je niks voor doen. Dus ik heb mijn jaren 2005 tonnen met 2017. Dat is al wat duidelijker. Nu, wat dat ik ook doe, is die eerste rij. Dus ik klik op de eerste rij. Ik ga dat, die titeltjes centreren. Ik zet ze in het vet. Dat is hier dit knopje, vet. En ik geef dat ook een klein achtergrondje. Dus ik geef bij achtergrondkleur, ik zet daar eens iets lichtgrijs. Dat is zo voor mij al wat opvalt. Maar wat hebben we nog samen gedaan? We hebben gezorgd dat die uh, kolom, nu moet ik eventjes goed gaan kijken. Kolom C en D hebben we daar straks van achter gezet. Omdat we dat niet uh, belangrijk genoeg vonden. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik duw die twee kolommetjes aan. En ik zeg rechtermuisknop. Knippen. Zo. Ik ga achter mijn jaartallen staan. Kolom S is dit in mijn geval. Ik duid die aan, rechtermuisknop plakken en die gaat daar die inhoud in zetten. Dat is dat. Dan ga ik wel nog zorgen dat die C en D kolom verwijderd zijn. Dus dat ga ik nog even doen. Die C en D, die kan ik nu rechtermuisknop verwijderen en dan zijn die eruit. Goed. Als je zo nog iets ziet knipperen, zo'n randje ziet knipperen, als je op de Skype Toets drukt op je toetsenbord, dan is dat ook weg. Voilà. dan krijgen we al een beter overzicht. Hè. Wat dat voor u nog belangrijk was, is dat die bovenste rij, hier die eerste, en die eerste twee kolommetjes, A en B, zichtbaar zouden blijven. Nu vallen die weg. Kijk, als ik naar beneden scroll, dan ben ik mijn jaartallen van boven kwijt. En links, mijn twee kolommetjes, als ik naar rechts scroll, ben ik die ook kwijt. Dus dat ging over dat fixeren. Dus dat zal ik ook nog eens doen. Wat ga ik fixeren? Stel dat ik zeg, ik moet eigenlijk altijd de code en het land weten. En dan zorg ik dat ik daar rechts van sta. Die twee gaan vast blijven. En ik wil ook dat mijn eerste rij blijft bestaan. Dus ik ga daar juist onder staan. In dit geval is dat bij mij kolom C2 of cel C2. En dat zit hier van boven ook staan. En dan kun je via venster fixeren. Dan komt daar een lijntje bij. En als ik nu naar rechts scroll, dan gaat je dat zien. Dan blijft mooi, mooi mijn, jaar, euh, mijn codes en mijn landen blijven bestaan. En als ik naar beneden scroll, dan blijven boven mijn jaren ook staan. Ik denk dat dat hetgeen is dat we met die uh, reeks gedaan hebben. Ja, voor de rest zit daar niet echt nog iets bij. Ik denk dat je dan al verder kunt. Hè. Dan is het nog gewoon een kwestie van het bestand op te slaan. Eh, je kiest maar in welk formaat. Ik zou zeggen: kies in een ODF-formaat. Dat is het werkblad van kalk. Of je kunt zeggen Excel. XL is X. Dus dat kun je gewoon kiezen. Ik zal die even bewaren. En ik noem die tabel Ameco. Wat was het weer juist? Ameco. Eh, kalk. Voilà. Opslaan. En dat gaat bewaard zijn. Voilà, op naar de volgende oefening over de grafiek.